Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag vrijdag 2 juli, 3 juli, 3 juli. En ik ga weer een nieuwe weekvlog voor jullie beginnen. Ik zie er echt niet uit. Ik heb net heel snel wat mijn wenkbrauwen gedaan en mijn wimpers. Want ik ga me vanavond pas helemaal klaarmaken. Maar als je heel veel zin hebt in de weekvlog, zou ik het heel erg leuk vinden als je een duimpje omhoog doet. En abonneert op mijn kanaal en dan heel veel kijkplezier. Wat ik vandaag ga doen. Het is dus vandaag vrijdag. Ik ga zo meteen bij groep 8 weer filmen voor de musical. En daarna ga ik me klaarmaken. Ik heb vanavond 21 diner van Lieke. En we hebben echt hele leuke dingen. Dat zal ik ook even laten zien. Ik ga mijn haar krullen en me opmaken. Dus ik dacht, ik doe nu even niks op mijn huid. Zodat het even lekker kan luchten. Ik ga nu even een broodje maken. En dan ga ik weg. En dat. Ik moet deze week nog wel veel werken. Maar ja, ik moet even kijken wat ik allemaal ga doen. Ik heb geen idee. Volgens mij krijg ik wel een paar leuke pakketjes. Of die komen pas in die week daarna. Ik moet even kijken. In ieder geval, ik ga nu lekker even een broodje maken. Oké, het is inmiddels al bijna weer vrijdagavond. Ik heb me net klaargemaakt. Ik heb mijn haar gekruld. Ik moet nog een klein beetje uitzakken. Zo. Ik heb een blazer aan en Eve en ik hebben zo meteen 21 diner. Ik zit nu even op de wc. Wacht, ik zal even mijn outfit. Ik heb dit en dan daaronder heb ik een bikershirt met mijn Dr. Martens. Zo, heel veel zin in. Want Lieke is jarig geweest. Ik moet mijn tas nog meenemen. We hebben een speech voorbereid met opdrachten en zo. Echt, echt heel erg leuk. Ik heb daar nog niks over verteld. Misschien vertel ik daar straks nog iets over of ik film er gewoon over. Moet even kijken, want ik ken niet iedereen. Dus ik kan niet iedereen filmen. Maar als ik zelf iets moet doen, dan zal ik natuurlijk mezelf gewoon filmen. Ja, ik ben wel blij met mijn outfit. Alleen ik vind mijn haar nu nog echt mega heftig. Ja. Zo. Ook weer echt een makeover vergeleken met vanochtend. Ik ga daar echt stuk om. Mijn moeder is er. Oké. Nou, dan gaan we. We worden gebracht door de moeder van Eve. Ja. We hebben allebei ons haar gekruld. Heel lekker verjaardag. Nou, jammer, ben je aan het eten? Tomaat. Doe even je hand ervoor. Even je hand ervoor. Ja. Kijk, hier ligt het. Ik zal zo even doe je lekker uit? Oh. Ja. Er zit goed op je tand, even. Ja. Maar ik ging nu even scooten. Kijk, dat ik nou, Liek. Ja, je moet beneden beginnen, hè? Oké, we zijn nu bij Liek op het 21. Nee, vind je het leuk? Ja, vind jij het leuk? Ja, ik vind het heel leuk. Oké, jij moet even zo meteen een nieuw gerechtje vertellen. Oké. Ja? Meteen. Besef het. Maar we weten het niet. Maar dat is heel lekker. Dat is ook niet waarom zo op je. Slecht nieuws. En het slechte nieuws is dat we geen opdrachten meer voor je hebben. Oké. Maar het goede nieuws is dat we wel een hele speciale gast voor je hebben uitgenodigd. Ja. Dus ik hoop dat hij er ook klaar voor is. Nou, ja. Lekker. Wat? Doetje. Dan gaan we even langs het winkeltje om. Kijk of er nog wat anders. Oké, het is vandaag maandag. En ik heb net even mijn basisschool gefilmd. Want ik ging natuurlijk voor de musical filmen. Ik ben net weer thuis.
Ik ga zo meteen voor ontbijten en ik moet vanavond een verslag inleveren voor school. Waar ik nog aan moet beginnen, dus dat moet ik even afmaken. Nou ja, aan beginnen bedoel ik. Dat ga ik doen. Dan ga ik even lekker lunchen. Ja, ik heb best wel veel te doen vandaag. Maar ik moet nog 2 dagen en dan ben ik klaar, dus daar ben ik wel blij mee. Het is vandaag dinsdag. En ja, ik heb volgens mij gisteren niks gefilmd. Ik had sowieso de laatste tijd best wel slecht gefilmd. En ja, dat komt gewoon omdat ik ben best wel gevoelig voor stress met school en allemaal dat soort dingen. En ik moest gisteravond voor 12 uur een Engels toets inleveren. Een soort Engels verslag. Dat heb ik dus niet afgekregen. En ik heb dat nu gewoon even laten gaan. Ik moet gewoon niet klagen. Ik heb dit jaar alles gehaald. Wat ik tot nu toe terug heb, heb ik alles gehaald. Dan nu de Engels niet natuurlijk. Maar dat kan ik gewoon herkansen. Dus ja, ik moet me daar ook niet zo heel veel druk om maken. Alleen dat kan gewoon bij mij soms heel erg veel invloed hebben over ja, hoe ik me voel en zo. Dus dat wilde ik toch wel even tegen jullie zeggen. In ieder geval, ik heb morgen nog een toets. Maar op een boektoets, dat komt helemaal goed. En dan heb ik eigenlijk gewoon vakantie. Ik ga vrijdag lekker mee op kamp met groep 8. Om dat soort dingen. Dus ik ga alleen nog maar leuke dingen doen. Ik heb lekker mijn jongspak aan. Ik ga straks mijn nagels doen. Heel veel zin in. Ik twijfel echt heel erg over de kleur. Want ik vind wit dus heel erg vet. Alleen, ik heb nu natuurlijk best wel een beetje lange acrylnagels. En dan weet ik niet of het er een beetje T-Pex-achtig uit gaat zien. Dus ik moet eventjes kijken. In ieder geval, ik ga gewoon weer lekker voor jullie vloggen. En ik moet het gewoon laten gaan. Het is nu bijna vakantie. En ik moet gewoon leuke dingen gaan plannen. Dus dat. Ik ga me omkleden. Of zou ik dit aanhouden? Of is dat raar? Nee, ik hou dit gewoon aan. En dan ga ik zo mijn nagels laten doen. Oké, ik ben weer terug van mijn nagels laten doen. Ik wilde daar ook filmen. Volgens mij had ik alleen een stukje in de auto gefilmd. Hoi, joh. Hoi. Hoi. En, Oké, ik heb echt iets heel anders dan de vorige keer. Vorige keer had ik natuurlijk heel licht roze. En ik weet ook niet zo goed wat ik ervan vind. Toen ik er net op zat, dacht ik, ja, dit vind ik echt super. Maar nu twijfel of het niet te heftig is. Ik wilde dus eerst wit, maar dat vond ik ook heel heftig. Dus nu heb ik er zo'n parelmoer glansje overheen gedaan. Ja, ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Ik vind het best wel heftig. Maar misschien moet ik er ook gewoon even aan wennen. Omdat het vorige natuurlijk niet zo heftig was. Maar het is dus, ik zal het nog even iets beter laten zien. Het is dus gewoon wit en daar overheen zit een glansje. Ik hoop dat je het goed kan zien. Ik ging net naar het dorp voor een wimperkruller. En nu ben ik de wimperkruller vergeten. Ik haal mezelf echt. Maar dit is zo typisch iets voor mij. Ik heb even een nieuwe Zwitserland Deo gekocht. Nieuwe mascara die ik altijd gebruik. En concealer 1 tint lichter. Ik weet niet of het nu te donker is. Een blush. En ik ga dus nu terug om die wimperkleur te halen. Want dat rubbertje is kapot. En ik wil morgen wel mijn wimpers kunnen krullen. Dus ik ga er nu even een nieuwe kopen. En ik heb eventjes lekker een andere outfit aangedaan. Goedemorgen. Het is vandaag donderdag. En ik haat mezelf dat ik de laatste tijd zo slecht film. Ik ga vandaag weer een lekker dagje voor jullie filmen. Buiten adem van de trap, natuurlijk. Jeetje. Oké, het is nu ongeveer 11 uur. Guusje uit mijn klas was hier net van de Pabo. En wij hebben nu het liedje opgenomen voor kamp. Want ik ga vrijdag, morgen ga ik mee op kamp. Met groep 8. En we vonden het wel leuk om samen ook iets op de Bonte Avond te doen. Dus we hebben van het liedje, wat dan oorspronkelijk van Drank en Drugs van Ronnie Flex en Lil Kleine, hebben we nu een ander liedje gedaan. En dan gaat het over het kamp. En dan noemen we alle namen op en zo. Het is wel heel erg leuk. Wacht, misschien kan ik een stukje laten horen. Het is wel echt mega slecht. Ik kom niet alleen, want ik heb Julia. Oké, ik moet even kijken, want er mogen natuurlijk geen namen in.
moet even opzoeken hoor. Ja, ik heb wat voor mijn mond, maar recht voor mijn raad. Ze zullen er niet zijn als het dan niet doorgaat. Eet dit fruit op. Wij komen. Je hebt ons nodig, dan gaan we wel komen, want we zijn flexibel. Nu ben ik nog op school. Nu moet ik spullen pakken. Ik kan niet voor je vliegen, maar wel opschieten. Nou, ik verhoog het tempo. Nou, dus we hebben daar gewoon een andere tekst op geschreven. Dus dat is heel erg leuk. Ik ga in ieder geval zo even naar de stad toe. Ik heb wel mijn make-up gedaan. Het ziet er een beetje raar uit. Ik heb allemaal droge plekjes. Ik ben namelijk, kan ik op zich al vertellen in de vlog, gestopt met de anticonceptiepil. En ik merk gewoon heel erg aan mijn huid dat dat wel een beetje invloed daarop heeft. Al best wel lang gestopt hoor. Dus ja, in ieder geval... ik ga me even omkleden. Ik weet nog niet wat ik aandoe. Volgens mij is het mega slecht weer. Zo. Ja, het is wel slecht weer. Oké. Okay. Nou, ik ga even iets anders aan doen. En dan even naar de stad toe. En daar ook even wat dingetjes filmen. Misschien wil ik even een nieuwe foto maken of zo. Oké, okay, ik heb me klaargemaakt. Mijn Dr. Martens kraakt echt heel erg. Wat ik aan heb. Deze lila trui van Suspicious Antwerp op de achterkant. Zie je ook nog die tekst. Die is heel erg leuk. Voor de rest, ik heb niet echt heel veel aan mijn uiterlijk gedaan. Ik heb gewoon een donkere broek aan. En ik ga dus nu even naar de stad. Zin in. Ja. Dat is eigenlijk... Ik ga volgende week echt meer voor jullie filmen. Ik voel me gewoon een beetje schuldig dat ik zo weinig heb gefilmd. Maar ja, sommige dagen zitten er al gewoon zo tussen. Ik heb dus morgen ook een toets, maar ik weet dus niet of die doorgaat. Want mijn toets van afgelopen woensdag ging niet door. Ze hadden een bericht op internet een dag van tevoren gezet dat hij niet doorging. Dus ik ben ook een beetje bang dat deze morgen niet doorgaat. En ja, op een of andere manier vind ik dat wel chill, maar anders ook weer niet. Want je moet natuurlijk alles weer inhalen. En nu mag je het nog thuis doen en over een tijdje... weet ik natuurlijk niet of dat nog kan. Kijken wat er gezellig uitziet. Ja. Nou jongens, ik ben herenigd met Ambibambi. Vroeger zei ik wel Ambibambi. Ja. Oh, ik dacht dat de hele tijd, denk ik dan ja, dat het zadig het is. Ja. We hebben net een omrit gemaakt van 1,5 uur. Kan het wel of niet? Ja, oh wel. Ja. Daar wel een leuke date toch. Nou, die ene jongen vond ik niet zo leuk. Nee, dat is niet echt... Ik had het er ook over dus vanochtend dat ik ben gestopt met de anticonceptiepil. Maar dat kan ik op zich wel zeggen, toch? In mijn vlog. Ik vind dat je makkelijk, ja. Ja, oké. Okay. Taboe doorbreken. Ja. Doorbreken. Oké, okay, we gaan nu even lekker lunchen in de stad. We weten alleen nog niet waar. En dat eigenlijk. We hebben net een omrit van 1,5 uur gemaakt. Het ruikt naar barbecue. Ja. Om 12 uur. Bijzonder. Dus wij heel bijzonder. Nou... origineel wat ik weer heb genomen. Lekker. Ja, ik weet het ook niet. Nou, gezellig, schat. Zitten we weer. Koffietje erbij. Altijd aan de koffie. Nee, ik nooit. Nee, ja, dan jij nooit. Ik wel. Oké. Is het ook leuk? Is goed. Oké, deal. Oké, deal. Oké, okay, nou, we zijn... net hebben we even een koffietje gedaan. Toen ik al bij de Douglas had ik wat gezien. En dat had ik al echt heel lang een melding voor aanstaan. Wil je het even laten zien dat ik het film? Oh, ik kan het er ook uit. Oh, kom maar. Jij houdt het vast. Ja, ik film. Oh, kut. Oké, okay, nou, we hadden eerst... had je van Colestar had je 30 milliliter voor 40... Nee voor 32 euro. Ja. En normaal is die grotere is soms in de actie. En dan is die 40 euro. Ik heb een stabiel. Alleen nu... was dus de 50 milliliter voor 29 euro nog goedkoper dan als je minder zou halen. Wat wil je nog bizar. Meer? Bizar. Niet normaal. Wat zeiden we nou elke keer op vakantie? Twee woorden. Bizar, nee. Nee. Oh shit. Grandioos. Ja, nee, ja. Oh, en ik ga? Stuk. En ik ga? Stuk. Nee, dood. Dood? Nee, die is echt nooit iets. Jawel, toen ging ze even aan de zuip en dan was het zo, ik ga dood. Oh. En, ja, nou ja, net heel teleurstellend. Ik ken het echt niet. Maar ik heb wel een stabiele hand, hè, eerlijk. Ja, oké, okay, nou. wij gaan nu weer weg. Doeg. Doei! Hè, maar het was echt dicht daar, wacht, hoe zet ik hem uit? Ja, het was uitgenodigd. Oh, ik zie er echt niet uit.
Ik was de vlog aan het editen. En ik wilde toch nog even tegen jullie zeggen dat ik het een beetje stom vind dat de vlog 15 minuten lang is. Maar ik ben dus nu bezig met de volgende week vlogs. En die worden echt heel erg leuk. Komt een shoplog van Shein. Komt een shoplog van Chiquel en Naked. En van de Zara. En er komen video's online over tandenbleken. Dus er komen echt heel veel nieuwe dingen aan. Dus ik hoop dat jullie het niet erg vinden. Ik vond het ook heel zonde om deze beelden niet online te zetten. Dus dan weten jullie dat. In ieder geval heel erg bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie heel snel weer bij een nieuwe weekvlog. Doei doeg!